Welkom dames en heren bij deze video en in deze video ga ik met jullie praten over Huobi en Silvergate. En dan zou je denken, Silvergate, wat is dat? Ik ga je dat uitleggen. Silvergate is namelijk de grootste cryptobank van Amerika en die staat op omvallen. Ja, ik verspreid hier absoluut geen fut. We zien ook dat sinds 4 januari we 53% met het aandeel zijn gezakt. He, dat zijn serieuze problemen. En betekent dat Silvergate, net als Huobi overigens, in financieel zwaar weer zitten. Dat betekent dat heb je funds op Huobi, misschien moet je die er af gaan halen, want zijn ze insolvent, dan kan het betekenen dat we een tweede FTX, een aantal weken geleden, een tweede FTX drama gaan krijgen. Daar gaan we het in deze video over hebben. We checken wat Twitter, post omtrent Huobi. Wat is er nou precies aan de hand? Wat houdt dat nu precies in? En afhankelijk daarvan gaan we ook eens heel even kort kijken naar Bitcoin. Ik heb natuurlijk al verteld dat voor Bitcoin tussen de 14 en 12k een ontzettend mooie instap in het verschiet ligt. De vraag is, gaan we er nu komen of gaat het nog een tijdje duren? Nou, laten we even kijken, als we ook op Twitter gaan kijken, wat er eigenlijk allemaal gezegd wordt. Dit is de vertaling, of een juiste vertaling van het Chinees, dat Justin Sun als adviseur van Huobi naar buiten heeft gebracht. En zoals je zelf kunt lezen, zie je natuurlijk dat er best wel wat problemen zijn. We hebben 1100 werknemers en die hebben een maandelijkse kost van 10 miljoen dollar. En je ziet ook dat met een goal of limiting the number of employees to 800. Dus er moeten eigenlijk 300 weg. En eigenlijk de basis hierin staat ook dat als ze naar die ontslagronde niet winstgevend gaan, dan worden de tijdelijke contracten ook nog eens stopgezet. Ze zijn ook gestopt met hetgeen wat in China best wel belangrijk is. Het insurance fund voor de werknemer. Dat is voor Chinese begrippen ontzettend belangrijk. Nou, dat gaan ze dus ook niet meer mee verder. De promoties worden in oktober, die normaal gesproken uitbetaald werden, die worden opnieuw bekeken. En die worden na het nieuwe jaar worden die eventueel uitbetaald als dat nodig is. Januari begint eigenlijk al direct goed, want we hebben en Silvergate in financieel zwaar weer. En we zien ook dat er een ontslagronde komt. Daarnaast ook een aantal tweets wat hieronder bijvoorbeeld staat, is whispers vanuit Justin Sun. Cashing 1,1 miljard uit richting Binance en andere exchanges. Dus wat eigenlijk het geluid was, is dat ze eigenlijk dat geld nodig hadden om solvent te zijn. Dat is dus nu compleet omgedraaid en worden dus 1,1 miljard weggesluist vanaf Huobi naar verschillende andere exchanges. In het plaatje kan je dat daadwerkelijk zien. DataRocks kan je daarin volgen en dan kan je dat exact zien. Ook staat er een history. En voor wat betreft die operations om die 1,1 miljard te funden, die wordt nu weer natuurlijk geterminated. En dat zal betekenen dat er dus veel cash uitvloeit. Terugkomend op dit gedeelte. Als we kijken naar een wat andere zaak, is dat er ook bijvoorbeeld de lunchsubsidies niet meer doorbetaald worden. De overseas branches krijgen dus geen RMB salary meer, dus de munteenheid. Maar we kijken, die worden nu dus uitbetaald in cryptocurrency, USDT. En dus nieuwe employees, of in ieder geval de employees die behouden willen worden, die moeten een nieuw contract tekenen. Dat ze in ieder geval betaald kunnen worden in cryptocurrencies. En dat is een proeftijd van 3 maanden. Als er na 3 maanden geen winst wordt gedraaid, worden er nog meer ontslagen verwacht. Dus het is een serieus nijpende situatie voor Huobi. En ik denk dat je, als je daar funds op hebt staan, dan is het even belangrijk om misschien nu de daad bij het woord te voegen en je funds daar af te halen. Dus dat gezegd hebben, het zal waarschijnlijk niet op Huobi zijn, maar wellicht Huobi Global, hè, want dat is dus internationaal. Dus dat is in ieder geval iets om even in de gaten te houden.
nogmaals, grootste cryptobank. Ja, we zijn begonnen in maart 2020. Toen hadden we een behoorlijk aandeel natuurlijk op de piek. In november 2021 op $240 give or take per aandeel. En we zien het compleet in elkaar vallen. Hoe komt dat mede? Is dat FTX een ontzettend grote klant was van Silvergate. En die hadden een samenwerking. Je ziet dat eigenlijk alles als een kaartenhuis in elkaar steekt. Of in elkaar valt. En niet alleen FTX, maar ook andere grote exchanges hebben daar dus geld staan. Ja, betekent dat het aandeel inmiddels $11 waard is. Bizarre daling alweer binnen 2 dagen tijd. En dat we gewoon 53% hebben ingeleverd. Terwijl Bitcoin eigenlijk niet heel veel heeft ingeleverd. Dus dat is natuurlijk frappant. En wil dus ook iets, of in ieder geval is iets om in de gaten te houden voor wat er de aankomende periode gaat gebeuren. Ik zou verwachten dat we nog een serieuze crash gaan krijgen met betrekking tot Bitcoin. En dan praat hij dus een serieuze over een prijs van 14 tot 11k. He, dus dat lijkt veel, maar dat valt op zich mee. Hè? Want als we even naar de chart gaan kijken, dan zien we dat best wel oké is. Momenteel 16.800 give or take. En dit is dus ongeveer wat we moeten gaan doen. Hij zit je zo rond de 20 tot 25% denk ik. Vanaf hier. Even kijken. Ja, zit je tussen de 20-30% daling nog voor een eventuele run-up. En nogmaals, die run-up voor Bitcoin moet dan gaan gebeuren. Ergens hier. 23 of zelfs lager. Maar nogmaals, verstandig, wees je nu cash uit als je wat op een Robi hebt staan. Datzelfde geld heb je aandelen van Silvergate. En vind je dit soort content nou super interessant? Abonneer dan op dit kanaal. Laat weten wat jij vindt van dit soort video's. Laat weten wat jij vindt van de situatie onder in de reacties van de video. En like zeker deze video. Er rest mij niets anders om je te vragen. Dus als je lid wil worden van de gratis Discord groep, die staat in de beschrijving onderin deze video. Die vind je direct. En dan wens ik jou een ontzettend fijn weekend toe.